Woensdag stond tijdens de gemeenteraadsvergadering de voortgang van grote projecten op de agenda. De situatie rondom ketchupfabrikant Heinz kwam ook ter sprake. De gemeente en Heinz hebben heel lang samen gewerkt om een nieuwe locatie voor het bedrijf in Nijmegen-Noord te realiseren. Onlangs werd bekend dat dit niet doorgaat. Is wethouder Beert Veldhuis teleurgesteld? Nou ja, het ligt eraan hoe je er tegenaan kijkt. Heinz heeft natuurlijk heel lang zijn best gedaan om te landen op de Grift. Dus daar hebben wij ook alles aan gedaan om dat ook in positieve zin te laten gebeuren. De raad heeft nog voor de grote vakantie het bestemmingsplan aangenomen. En uiteindelijk heeft dus de provincie daar een zogenaamde reactieve aanwijzing op gegeven. Dat betekent dus dat het bouwplan dan niet door kan gaan. Dat is de macht die de provincie heeft. Zijn alle procedures nu van de baan? We hebben dat bij de Raad van State aangekaart. En dan kun je dus uiteindelijk twee dingen doen. Je zou kunnen besluiten, oké, we stoppen nu met deze procedure. Maar je kunt ook besluiten van, we hebben in één keer het besluit genomen om die procedure in gang te brengen. En zoals we er nu tegenaan kijken, gaan we daarmee door. Is alle moeite dus voor niks geweest? Op dit moment heeft de firma Heinz een ander besluit genomen. Dus ik neem niet aan dat ze daarop terugkomen. Maar laat ik ook heel eerlijk zijn. We zijn natuurlijk ook blij dus dat Heinz hier voor de omgeving bewaard blijft. En dat wat betreft de werkgelegenheid die in ieder geval gewaarborgd is. En dat is natuurlijk ook een goed nieuws.